Het kan de beste overkomen. Dit loopt gelukkig goed af. Maar jaarlijks komen 80.000 ouderen in ons land op de spoedeisende hulp terecht nadat ze zijn gevallen. En ruim 2.500 overlijden er als gevolg van een val. De airbag draag je als een riem. En die moet bescherming bieden. Sensoren meten bewegingen van de drager. Op het moment dat we een beweging meten waarvan wij weten van oh dat is een val, dan gaan de airbags uitblazen. En uh, op het moment dat iemand dus valt, uh, is die heup beschermd. Dus hebben we geen heupfractuur. Alleen positieve reacties bij ouderen. Zou je denken. Maar Ouderenbond Ambo is kritisch. Op het moment dat mensen naar buiten gaan en ze trekken een airbag aan, is ook nog maar de vraag of ze dat zullen doen. Of ze dat niet ongemakkelijk of onprettig vinden. En dat betekent dat als ze dan toch een val maken, ja. De... De kans dat mensen dan toch de val met hun hand of met hun arm opvangen is ook groot. Maar volgens de onderzoekers is het vooral de gebroken heup die voor veel problemen zorgt. Mensen van top tot teen inpakken in bubbeltjesfolie is geen optie. Maar de AMBO denkt dan ook in een heel andere richting. Wat voor hulpmiddelen zijn er al? Bijvoorbeeld stang in de badkamer, stang in het toilet, geen drempels in het huis, een goede rollator, stevig schoeisel. Dat zijn echt zaken die in onze ogen veel beter gaan helpen om vallen te voorkomen. Het uiterlijk van de airbag zou in ieder geval geen obstakel moeten zijn. De onderzoekers beloven dat dit iets wat lompe prototype uiteindelijk een gracieus model krijgt. Jazeker. <laughs> ja, er zijn um, andere partijen bij betrokken. Dat zijn uh, industrieontwerpers. Die, die hebben heel veel kennis over de ergonomie en uh, comfort van de mens. Dus uh, het uiteindelijke uh, product uh, zal zeker ook uh, comfortabel zitten.